President Santokki heeft tijdens een bezoek aan Apura laten weten dat er wordt gewerkt aan de Nikkeri-passie, die van grote economisch belang zal zijn voor het gebied. Het staatshoofd zegt dat er nu al 60 kilometer is schoongemaakt om de weg aan te leggen. De aanbesteding voor het schoonmaken van het laatste traject Apura naar Wakai zal deze week plaatsvinden. De niet-residerende ambassadeur van Suriname voor Israël, Stefanus Noordzee, heeft afgelopen woensdag zijn geloofsbrieven aangeboden aan president Yitzhak Herzog van de staat Israël. Ambassadeur Noordzee is de eerste ambassadeur van de Republiek Suriname voor Israël sinds beide landen diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan in 1976. Ter bevordering van de diplomatieke betrekkingen heeft president Herzog het verzoek gedaan aan Suriname om een ambassade in Israël te overwegen en heeft te kennen gegeven dat hij een bezoek wenst te brengen aan Suriname. 11 studenten zijn op zaterdag 11 maart 2023 gestart met de nieuwe Master ICT-studie Data Science. Het PTC University of Applied Sciences en Praxis Business School uit India hebben op 23 augustus 2022 een Memorandum of Agreement, MOA, ondertekend. Naast de mogelijkheid voor de masteropleiding kunnen geïnteresseerden zich ook opgeven voor de Data Science Master Course.